beleg 5 is, hoe het in de toekomst. Nou, nu een goede show. Nou, zeker. Het is wel zweten. Gasten. Nou, top gasten. Alsjeblieft. Mooi man. Wat denk dat er weer? Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Yo. Leuk dat je weer kijkt naar EK Daily. En gedurende het EK praten we je elke dag bij over het voetbalfeest in Frankrijk. En vandaag doe ik dat met de volgende drie gasten. Pieter Zwart, Diana Kuip en Koerold Geert ten Oude. Welkom alle drie. Dank je. Even maar over Ierland-Zweden hebben. Pieter, bij jou beginnen. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Nou, ik heb een wedstrijd gezien waarin Ierland eigenlijk best goed speelde. Eigenlijk tot de 1-0. En daarna beginnen ze op de een of andere manier toch wat verder in te zakken. Gaat Slater wat dieper spelen. En dan krijg je toch van die gevaarlijke momentjes iedere keer in het strafschopgebied. En dat ging uiteindelijk toch een keertje fout. Ja. Diana, heb je genoten van de wedstrijd? Genoten? In ieder geval was hij heel anders dan ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat Zweden oppermachtig zou zijn. Ja. En ik heb vooral van jou genoten en van jouw angst. Stresskip. We hebben anderhalf uur naar stresskip zitten kijken. Nou, dit is natuurlijk wel. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik nu een wedstrijd kijk met iemand die echt voor iemand is. Tijdens dit EK. Ja, dus dat is überhaupt wel leuk, vind ik. Hoewel ik het sneu voor je vind dat die gelijkmaker dank kwam. Dank je. Maar ja. dus ik heb wel een leuke wedstrijd gezien. Ja, en Geert, jouw Zweeds hart? Dat boeit wel dit EK. Maar het heeft vandaag ook wel schade opgelopen, dat hart. Want het was niet goed. Nee, pas het laatste half uur na het doelpunt werd het wat beter. Je ziet toch dat Slatan echt het meest gevaarlijk is als hij in de buurt van de 16 meter speelt. De eerste helft kan die ballen halen rond de middenlijn. Ja, dat is voor de Ieren perfect. Slatan zo ver mogelijk weg van doel hebben. Ja. Marcus Bergers heeft niet de kwaliteit of de klasse om net als Slatan de wedstrijd te beslissen. Dus het was een makkie voor de Ieren de eerste helft. Ja. Is het nou, ik wil aan jou vragen, een tactische analyse los te laten op deze wedstrijd. Maar dat lijkt me vrij lastig. Alleen voor de eerste helft kun je eigenlijk wat zeggen. Want na die 1-0 werd het inderdaad wat meer Ierland dat achteruit ging. Wat ze goed deden eigenlijk in de eerste helft was vooral het centrum afsluiten met die 4-4-2 ruit. Wat eigenlijk vrij centraal georiënteerd was. Waardoor Zweden eigenlijk niet door het centrum doorkwam. Ja. En Wielen die speelde vlak voor die verdediging. En die haalde eigenlijk iedere keer die ballen naar Slatan weg. Waardoor Slatan eigenlijk niet in de wedstrijd zat. En ook inderdaad, zoals Geert al zei, steeds meer ging zwerven. En daarna gaat Ierland op de een of andere manier gaan ze zakken. Ze gaan op een gegeven moment switchen ze nog. Gek is dat, hè? Als je dan voorkomt dat je opeens hele andere dingen gaat doen. En dan switchen ze van 4-2 naar 4-1-4-1. Ja. Dan gaan ze eigenlijk wat meer terugspelen. Omdat ze ook over die flanken kwamen, die backs natuurlijk heel veel op. Dat probeerden die waarschijnlijk te corrigeren. En daarna heeft hij wel weer aanvallend gewisseld met een extra spits erbij. Maar het was daarna eigenlijk, na die 1-0 was eigenlijk een beetje weg voor Ierland. Ja, ik zit hier vrij teleurgesteld. Dat zal denk ik ook gelden voor onze correspondent in Dublin. Als het goed is hangt Michael Veit nu. Kijk, goedenavond Michael. Goedenavond. Hoe is de sfeer in Dublin? Teleurgesteld toch. De sfeer zat er redelijk in na het doelpunt. De eerste helft was redelijk saai. Ja, weet je. Dat had je gewoon niet gehoopt. Dit is de enige wedstrijd waar je echt denkt van dat ga je doen. En dan wordt de rest van het EK leuk.
Ja. En nu moet je toch ook weer vechten tegen België en tegen Italië. Ja. Was het een enorme deceptie? Vooral de manier erop. Ik bedoel, Clark die heeft 4 of 5 pogingen op doel gehad. Dat is gewoon, dat kan gewoon niet op het niveau. Nee, wat zei je? Ik verstond je even heel slecht. Clark heeft? Hij heeft 5 pogingen op doel gehad. Wat meer is dan de hele Zweedse aanval volgens mij. Oh, op die manier, ja. Nou ja, klopt. Ja, voor mij is het de enige keer dat ze kans hebben gehad. Hoe was de sfeer voor de rest in Dublin? Pubs helemaal vol? Of viel mee? Ja, ik heb ook weer gekeken. Maar als je de kroeg buiten ziet, die staat stampers vol. Iedereen heeft gewoon zin in. Zelfs op het tijdstip van 5 uur. Dus ja. Nee, het is gewoon normale, top. Het is leuk. Dat is een normale dag in Dublin, toch? Dat is een normale dag in Dublin. Dat de pubs vol zijn. Wat ga jij nu doen, Michael? Je verdriet wegdrinken? Ja, dat hoort erbij. Je moet een klein beetje integreren, dus het zal weer later worden. Nou, goed in ieder geval, Michael. Laten we hopen dan in ieder geval nog op een stunt van de Ieren. En mocht dat gebeuren, dan gaan we zeker even met je skypen. Dankjewel. Goed, jongens. Fijne uitzending. Dankjewel. Ja, het is terecht eigenlijk wat Michael ook zei. Ja, dit had de wedstrijd zowel voor Ierland en Zweden moeten zijn om iets te kunnen betekenen op dit EK. Ja. Ja, je hebt de pech dat je met 2 goede landen eigenlijk in de pool zit. 2 toplanden, als een van de weinige pools waar je dat in terugziet. Ja, en dus als jij de beste nummer 3 wil worden, wat eigenlijk de meest reële kans is, dan moet je deze wedstrijd winnen om in ieder geval 3 punten te hebben en daarna misschien nog 1 keer te sprokkelen. Ja, nu heb je 1 punt. Ja, dat wordt gewoon een beetje lastig. Ja, ik had het trouwens nog veel langer over Ierland willen hebben. Bij een overwinning, begrijpelijk. Maar we gaan wel lekker door met de andere wedstrijden. Spanje-Tsjechië vandaag eerder op de dag, Diana. Wat vond je van Spanje? Ik vond ze niet zo goed. Ik heb de helft kunnen zien. Maar ik vond het... wat ik zag, vond ik niet goed. En Tsjechië was al helemaal niet goed. Maar je bent wel iemand die om 3 uur lekker ervoor gaat zitten. Ik heb het altijd wel aan op mijn werk. Op een stiekem schermpje, ja. Zit je dat te kijken. Geert ook gekeken, Spanje, Tsjechië? De eerste helft. De tweede helft was ik onderweg hier naartoe. Maar ik denk dat... overigens, Spanje is op 13 juni nooit zo goed, hè? Dus die hebben na... heel scherp. Die hebben vorig jaar was 5-1. Of 4, ja. De 2 jaar geleden was 5-1, ja. Hè? Weet je nog? Ja. Tegen Nederland. En Spanje is niet zo goed op de openingsdag op 13 juni. Dus die hebben gewonnen. Het was inderdaad niet hoogstaand. Tsjechië is ook niet hoogstaand. Maar we hebben natuurlijk niet vergeten dat we natuurlijk zoveel ploegen hebben dit EK, waar we eigenlijk... Normaal gesproken, als je een kwalificatiewedstrijd hebt, daar ga je geen eens voor. De televisie zet je daar geen eens voor aan. En dan moet je er toch naar kijken. En dan wordt het verwachtingspatroon, als je dus een betere ploeg hebt, zoals Spanje of zoals Duitsland gisteren, dat het dan goed wordt. Maar dat wordt het niet. Mm. Heb je er wel een beetje van genoten? Wat Geert zegt, dat je er nou even voor gaat zitten voor een ploeg als Spanje? Nou ja, ze hebben denk ik qua positiespel hebben ze vrij aardige wedstrijd nog op de mat gelegd. Wat je in ieder geval voor elkaar hebt gekregen als Spanje weer. En dat is eigenlijk de kwaliteit van het Spanje eigenlijk al jaren is dat ze met hun positiespel, want zij missen eigenlijk iemand als Messi met die extra actie. Ja. Dus wat zij eigenlijk willen is dat zij met hun positiespel de tegenstander met 11 man achter de bal dwingen. Op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan komen ze er eigenlijk niet meer uit op de counter. En dan geef je eigenlijk bijna niks weg. Bijvoorbeeld dat WK dat ze wonnen, hebben ze in de knock-out fase alle wedstrijden met 1-0 gewonnen. Ja, en dat is eigenlijk hoe deze Spaanse ploeg speelt. Ze hebben niet heel veel scorend vermogen, maar ze hebben genoeg vermogen om een wedstrijd volledig te controleren op het middenveld. Ja, en dan heb je eigenlijk maar 1-2 momentjes nodig met een mooie steekpaas van Iniesta. Of een uiteindelijk waar zou het scoren is een corner, ja. Die afgeslagen wordt en dan weer. En dan heb je genoeg om te winnen als je bijna geen doelpunten weggeeft. Dan dat is wel een manier om ver te komen in een toernooi. Ja, heerlijke bal van Iniesta weer. En het is terecht wat Pieter zegt, want eerder vandaag sprak ik met onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. En ik vroeg aan hem, het positiespel dat liep allemaal goed, maar ze misten een echte spits. En of er nou al in Spaanse pers werd gesproken over het ontbreken van Diego Costa en Fernando Torres. Niet echt. Vooral omdat bijvoorbeeld Diego Costa echt heel, heel weinig gedaan heeft sinds hij bij de Spaanse selectie speelt. Weinig gescoord. En Fernando Torres toch al eerder een beetje verleden tijd was. Heeft natuurlijk voor het eerst EK gezorgd, 8 jaar geleden. Maar het was niet meer al lang niet meer dezelfde speler. In de laatste tijd bij Atletico weer een beetje teruggekomen. Morata was heel scherp dit seizoen bij Juventus. Vorig seizoen ook al. Het viel niet mee met Morata daarvoor in. Had wel zijn kansjes. Hij werd vervangen door Aduriz, de spits van Athletic Bilbao. Die had ook een kansje. Maar ontbrak Spanje echt aan eerder schieten op doel. Ze lieten de bal te makkelijk afpakken. Een typisch Spaans spel natuurlijk. Hè. Zo lang mogelijk breien voordat je een gaatje vindt.
En dat probeerden ze. Dus er wordt niet gezegd dat ze echt een spits gemist hebben. En wat vandaag Morata en Adoris hebben gemist. Nolito ook, die viel ook tegen eigenlijk. Die in de oefenwedstrijden heel veel heeft gescoord. Als die scherpte terugvinden, dan kan Spanje alleen nog maar beter worden. Ja. Tot slot, ja, die wedstrijd begon om 3:00. Een vreemde tijd natuurlijk voor werkend publiek. Hoe was dat in Spanje? Lag het hele normale leven dan stil? Nee, iedereen moet gewoon werken. Dat 3:00 is een gekke tijd. Het is etenstijd eigenlijk. Dus heel veel kantoren beginnen om 5:00 weer. Dus heel veel mensen hebben gewoon thuis de wedstrijd kunnen zien. En dan om 5:00 net op tijd. Misschien moesten ze eerder van huis en dan hebben ze dus dat doelpunt gemist. Ja. Dat zou je best kunnen hebben. Maar het is nog niet zo. Je merkt ook, Spanje moet een beetje op gang komen. Het vertrouwen vooraf was niet heel erg groot in deze selectie. Vooral door het slechte WK. En hier kijken de mensen er toch altijd een beetje aan. Van, nou ja, wat gaan we doen? Nou, het spel vandaag, zoals je zei, qua voetbal. Het Spanje wat we kennen eigenlijk. Enorm goed combinatie voetbal. Ik denk wel 80% balbezit dat ze gehad hebben. 5 keer meer passes gegeven dan de Tsjechen. Die zich gewoon enorm hebben opgesloten. Dus wat dat betreft, zeker na die 1-0... denk ik dat vanaf nu Spanje het land wat meer gaat leven. En de volgende twee wedstrijden trouwens tegen Turkije en Kroatië zijn om 9:00 s'avonds. Dus kunnen alle Spanjaarden het ook lekker s'avonds zien. Ja, je had gelijk, Geert. Voor Spanjaarden eigenlijk ideaal. Terwijl ze lopen te eten, hun late lunch lekker een wedstrijdje kijken. Ja, heel veel Spanjaarden gaan inderdaad ook lunchen. En dan gaan ze op het gemakje zitten. Dus dat zullen ze veel gedaan hebben. Ja, Diana, ik neem aan dat je veel hebt gekeken dit EK. Ik heb bijna alles gezien, ja. Ja, ik krijg een vraag, zie ik hier in de YouTube-chat staan. Of dit de slechtste wedstrijd was tot nu toe, tussen Ierland en Zweden. Kun je niet zeggen met Niel erbij? Ja, natuurlijk. Ja, ik ga absoluut niet Ierland verdedigen dat we goed kunnen voetballen. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat de slechtste is. Maar wel een van de slechtste. Pieter? Ja, qua niveau hield het natuurlijk niet heel erg over. Je zag heel veel slordigheden, maar er waren wel meer wedstrijden die slordig waren. Het was in ieder geval wel vermakelijk, dus wat dat betreft... Ja, maar dat zullen we veel krijgen dit toernooi. Dat het vermakelijk is en aantrekkelijk. Zoals de wedstrijd van gisteravond, de laatste wedstrijd. Duitsland-Oekraïne. Precies, was ook geen wedstrijd, maar het was wel leuk om naar te kijken. Ja. Albanië-Zwitserland. Ik heb er niets van gezien, maar ik geloof ook niet dat ik daar wat aan gemist heb. Nee. Weet je wat ook vermakelijk was trouwens? Wij vanmiddag bij het water? Ja, heel goed. Dat was uitermate. Oh nee, ik krijg het niet warm. Wat is het, Diana? Nee, ik krijg het warm. Hoezo krijg je het warm? Ik vond dat die jongens in die boot het heel erg goed deden. Oké. Okay. Geert, Diana en Pieter waren vandaag de deelnemers van De Boot In. Pieter Zwart, hoofdredacteur Catenaccio. Je kent de regels. Ja. Wat wordt je tactiek? Noord-Ierland tactiek. Kan niet voetballen, dus ik trap er wel naar voren. En dan hoop ik dat het een keer goed valt. Op welke afstand moet de boot gaan liggen? 20 meter. En waarom 20 meter? Nou, als Andy van der Meijden er niet in krijgt 3 keer op 30 meter, dan lukt mij dat zeker niet. Duidelijk. Veel succes, jongen. Dankjewel. Nou, Pieter, die eerste bal ging vrij goed. Ja, in de buurt. Dus net iets verder naar voren en dan zijn we er. Tweede bal, zelfde afstand? Zelfde afstand. Blijven doorgaan op de vaste tactiek. Pieter, weer heel dichtbij. Weer een natte douche voor de mannen in de boot. Ja, nou ja, dat is dan gelukt. Maar de bal erin nog niet. Maar we hebben nog een poging met de verdubbelaar. De verdubbelaar. Ga je dan voor 10 meter of blijf je het proberen op 20 meter? We blijven nog een keer op 20 meter. We komen steeds dichter in de buurt. En anders hebben ze nog een keer een natte douche. Dus dat is ook prima. Weer niet. Nee, mislukt. Ja. Teleurgesteld? Ja, evenveel punten als Andy van der Meijden, dus dat is op zich een goede score. Eerste vrouwelijke deelnemer met de boot erin. Ja, ik vind eigenlijk dat je je spelregels moet aanpassen op vrouwen. Oh, daar heb je over nagedacht? Ja, je appte me vanmiddag dat ik dit moest doen, maar ik heb nog nooit gevoetbald, dus ik vind dat ik een soort van voordeeltje mag. Maar ik kan op 10 meter beginnen. Laten we eerst kijken hoe de eerste bal op 10 meter gaat. Zullen we dat doen? Dan hebben we het daarna over. Oké, is goed. Wat ging er mis? Ja, jongen, ik wil dus heel graag aangepaste spelregels. Vertel, heel snel. Ja, misschien mag ik op 5 meter, want daar kom ik wel. Gaan we proberen, oké? 5 meter. Oh! Je was zo dichtbij. Hij
toch naar achter. Ik zat goed. Weer op 5 meter. Die laatste is de verdubbelaar, hè? Ja, ik wil hem weer zo. Ik heb hem nu onder de knie. Wat gaat er door je heen? Ja, heel gênant is dit. Dit pak je echt terug. Teleurgesteld? Ja, lichtelijk ja. Een van de grote kanshebbers voor de boot erin. Ja, tuurlijk. Ik ga alleen voor de eerste prijs. 10, 20 of 30 meter ga je zo meteen beginnen? Ik doe 20 meter. Ja, ik ben enigszins geblesseerd. Dus ik trap het links. Dus ik vind 20 meter een mooie afstand. Veel succes. Dankjewel. Nou, eerste reactie? Te zuinig getrapt. 20 meter wel een goede afstand voor je? Ja, dat is een goede afstand, maar het is te zuinig getrapt. Nieuw, dat weet jij toch ook? Te zuinig. Tweede bal weer 20 meter? Ja, tuurlijk. En die gaat erin. Anders druk ik me 20 keer op. Dieper door de armen, Geert? Nee, ze zijn goed. 9, 10, 11. Ja, zeg het maar. Ja, ik vond deze niet slecht. Maar 0 punten? Ja, 0 punten. Dat was het dieptepunt. Ik hoop dat het... Dat anderen het beter doen. Want als we allemaal 0 punten halen, dan... dan zijn die jongens elke keer voor niks aan het peddelen daar. Ja, Diana, je zei... Oh, ik schaam me vooraf dat we gingen kijken. Je bent dichtbij geweest. Die van jou heeft de bal geraakt. Oh, zo, ja. Ja. Nee, van de drie deelnemers vandaag hebben het toch het beste gedaan. We zien ook de ranglijst hier. René van Leeuwen en Simon Chopper 60 punten. James Worthy 30. En dan Andy van der Weijden, Jean-Paul Rizon, Diana Kuip, Pieter Zwart en Geert den Oude. Mooi onderaan. 0 punten. Ja. Vond je het wel leuk? Nou, nee. Kijk, ik... Je doet net alsof ik je gedwongen heb. Ja, maar dat is... Voelt het ook. Ja, want ik ben best wel competitief. En je laat me nu iets doen wat ik echt nog nooit heb gedaan. Dus ik moet gewoon leren voetballen in 3. Dus ik wil dat dan oefenen. En daar dan iets... Dus ik vond het best... Moeten we dan afspreken dat je gaat oefenen... en dat je dan weer terugkomt bij de volgende keer? Nee. Ik moet hier even over nadenken. Ik moet meer kansen of een soort andere puntentelling... Iets anders moeten we. Okay. Maar ik geef je nog wel een tweede kans. Als je weer langskomt, dan mag je van die hatelijke nul afkomen. Ik heb ook nog nooit gevoetbald. Pieter is degene die het meest gevoetbald heeft bij ons. Van ons drieën. Dus... Het mooiste wat vindt dat jij je favoriete rol absoluut ook niet wegduwt aan het begin. Dat je zegt, nee, ja, dat klopt. Ik heb daar volste vertrouwen in. Ja. En dan dit. Ja, maar ik vind altijd, je moet je niet verstoppen. Weet maar je dat wel? Deed je wel met het schieten, of niet? Ja, nee, maar luister. Op het moment dat ik daar ga staan als ex-voetballer... en ik zeg, nee, ik weet niet of die boot geraakt heeft... en ik weggooi natuurlijk. Ik moet gewoon daarvoor gaan. En ik heb het niet goed gedaan vandaag. Dan moet je gewoon even... Je bent niet de man van excuses. Dat ken je. Dat heb ik één keer bij Johan, de vriendin van Johan Veldman gedaan. Maar, Nee, maar je trapte met links 3 keer. Ja, en ik heb denk ik een stukje meniscus dat niet meer goed is. Dus dat is misschien... Zie ik niet als excuus. Nee? Want nogmaals, ik heb 13 jaar gevoetbald. Dan moet je met links ook goed kunnen trappen. Pieter, ik krijg hier een vraag van Jimmy in de YouTube-chat. Die zegt, Pieter, ik wil graag een tactische analyse over je falen van het schieten in de boot. Ja. Een tactische analyse. De jongens peddelt te hard. De bal was te hard? Nee, dat lag niet aan de bal. Dat lag aan de traptechniek, die wel gewoon kort schoot. Dus dat betreft... ik denk dat het per se met heel veel met tactiek te maken had, dit falen. Nee, maar wat denk je dat als je een tweede kans krijgt... zoals een beetje Diana op zat te hinten... dat je dan wel van die hatelijke nul af gaat komen? Ja, misschien moeten we dan op 10 meter gaan proberen. Als we dat toch over tactiek hebben, dan leggen we hem gewoon nog dichterbij. En dan hopen, dat is waarschijnlijk wel de beste kans om van die nul af te komen. En denk je dat je het dan gaat lukken? Ja, daar ga ik geen harde uitspraken over. Niet zoals Geert? Kom op, Pieter, nou. Hey. Ah, nou ja, 10 meter. Ik denk dat 10 meter op zich nog wel zou moeten kunnen. 3 pogingen. En we hebben nu geoefend natuurlijk. Ja, oké. Nou, dus dan hebben we dus allemaal mensen die nog een keer in de herkansing willen. Als we nog even over het EK gaan hebben. We hebben het net gehad over de slechtste wedstrijd. Diana, wat vind je nou tot nu toe het leukste wat je gezien hebt tijdens dit EK? Ik vond het dan mooi als Wales dan scoort. Ja. Omdat je dat niet verwacht. En die blijdschap, daar kan ik dan wel een beetje van genieten. Of een beetje, daar kan ik van genieten. Maar ik heb nog niet zitten smullen van een wedstrijd die super spannend was. Of waar ze super aan elkaar gewaagd waren. Dat heb ik nog helemaal niet gezien, nee. Geert? Nee, wat leuk om te zien is dat die
dat die mindere ploegen eigenlijk, als ze dan doelpunten maken en scoren, dat er wel heel veel spelvreugde is. Dat is leuk om te zien. Hè? Dus de tribunes zitten vol. Vandaag ook die wedstrijd Zweden die we net gezien hebben. Zweden-Ierland. Ik denk toch dat er 70.000 mensen zaten in het Stade de France. Ja. Dat is toch wel bijzonder voor een wedstrijd tussen Zweden en Ierland. Mensen die toch vanuit een ander land allemaal daar naartoe reizen. Dat blijft heel erg leuk om te zien. Ja, ben je geschrokken van als je kijkt naar de supporters in andere steden waar het totaal mis is gegaan? Ja, maar dat heeft denk ik ook mee te maken dat de politie een andere focus heeft op dit moment natuurlijk. Hè. Alle terroristische aanslagen die we gehad hebben in Frankrijk, dat voert voor de politie denk ik op de boventoon. En ja, dan vergeten wil ik niet zeggen, maar ze zijn eerder blij als de mensen zonder wapens en dergelijke in het stadion zitten, als dat ze ook nog heel erg op gaan letten dat de supporterscharen van elkaar gescheiden worden, wat natuurlijk vroeger altijd heel veel was, vooral in het stadion. Ja. Dat is wel heel vervelend. Dus die Franse politieagenten die er allemaal zijn, die hebben natuurlijk deze maand overuren. Die gaan in augustus allemaal met z'n allen vakantie, denk ik. Ja, nee, klopt inderdaad. En ik krijg trouwens nog een vraag. Ik dacht dat het voor iedereen duidelijk was. Het gaat over jouw link met Zweden. Iemand vraagt eerst, kent Geert de dochter van de Zweedse bondscoach toevallig ook? En iemand anders vraagt, wat ik me afvraag, wat is de link eigenlijk tussen Geert en Oude en Zweden? Om de eerste vraag, ik zou niet weten of de huidige bondscoach sowieso een dochter heeft. Okay. Dus, maar anders had je er wel gekend. Anders had ik er zeker gekend. nee, dus even, maar nu een serieus antwoord op vraag 2. Ik heb een jaar in Zweden gevoetbald en gewoond. Ik kom er nog steeds. Ik heb samen gevoetbald met jongens die vandaag ook gespeeld hebben. Jurgården in Stockholm. Ik heb gespeeld met Isaksson en met Kim Sjellström. Jongens als Zlatan in de Eredivisie tegen gespeeld, ken ik ook uit Zweden. Kom daar nog veel. Dus mijn hart ligt wel een beetje dit EK bij Zweden. Ook al weet ik dat ze niet ver gaan komen. Nee, oké. Nou, dan is die vraag beantwoord. Ik stel hem net aan Diana. Wat leuk is opgevallen tijdens dit EK. Als jij nu, dat doen jullie met Kattenhout. Jullie kijken elke wedstrijd ook een beetje vanuit tactisch oogpunt. Mm-hmm. Wat is nou echt een ploeg die je echt verrast heeft? Die het echt de zaakjes goed op orde heeft? Nou, ten opzichte van wat ik van tevoren verwacht had, vond ik Kroatië heel erg meevallen. Ik had er eigenlijk als collectief niet heel veel van verwacht. Omdat ik het idee had dat het nog niet heel erg goed in elkaar zat. Die bondscoach had veel verschillende systemen geprobeerd. Was er eigenlijk nog niet helemaal uit. Maar ja, hij vond een leuke oplossing tegen Turkije. En die hebben die hele wedstrijd eigenlijk gedomineerd. Dus wat dat betreft vond ik dat wel een hele positieve meevalling. Ja, ben je sowieso positief verrast over het niveau, het tactisch niveau van de ploegen op dit moment? Nou, of ben je het eens met Simon Tjommer, die zei van de week hier, de eerste wedstrijden, het is ook nog een beetje wennen aan elkaar, een beetje zoeken. Ja, nee, daar had Tjommer zeker gelijk in. Het is inderdaad nog zoeken bij veel teams. Je ziet natuurlijk ook dat die nationale elftallen spelen niet heel vaak samen. Dus het niveau is eigenlijk altijd lager dan het clubvoetbal. En dat zie je zeker ook weer terug in dit soort eerste wedstrijden op zo'n EK. Oké, duidelijk. Wat opvallend is dat we heel veel reacties krijgen over de Simpel EK Daily Quiz. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ja, ligt het aan de vraag of ligt het aan de persoon die ze stelt? Maar laten we even gaan kijken naar de vraag van vandaag. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simpel EK Daily Quiz. We gaan eerst even kijken naar het antwoord van gisteren. En dan gaan we nu naar de vraag van vandaag. Na 16 jaar speelt België eindelijk weer eens een EK-duel. Dat gebeurt in Lyon. Wat is de link tussen Lyon en het bizar incident tijdens de laatste EK-wedstrijd die België speelde? Weet jij het antwoord en wil je ook kans maken op zo'n super tof voetbalculture shirt? Laat het ons dan weten via Twitter met de hashtag EKDaily of stuur een mailtje naar quiz@ekdaily.tv. Veel succes en tot morgen! Heert? Ja, ik denk dat ze daar die wedstrijd in 2000. Het EK was in Nederland en België. Ja, heel goed. Link met Lyon, Frankrijk, zou je zeggen, België, Frankrijk daarvoor. Nee, ik zou het niet weten. Diana? Pieter? Ja, hoe oud was jij toen? 2000, toen was ik 7. 7. Het zou wel bijzonder zijn als je het weet. Het heeft iets trouwens voor de mensen thuis iets te maken met een speler van een bepaald team die dus ook iets heeft met een stad en et cetera, et cetera. Mocht je het goede antwoord weten, hashtag EKDaily of quiz@ekdaily.tv. We gaan zo meteen
trouwens skypen met Matthijs van de Beukel van Dumpert. Die zit op, als het goed is, op dit moment in een kroeg al klaar voor België tegen Italië. Dat wordt natuurlijk ja, misschien wel het lekkerste wedstrijdje tot nu toe op dit EK. Hoge verwachtingen van? Ja, ik verwacht dat het een leuke wedstrijd wordt. Nou, niet per se een leuke wedstrijd in de zin dat er heel veel kansen gaan komen. Ik verwacht eigenlijk een duel met vrij weinig kansen. Maar wel een leuke wedstrijd in de zin dat er een hoog niveau is van beide ploegen. En dat ze heel erg aan elkaar gewaagd gaan zijn, denk ik. Ja, Diana, ben je nou zo iemand... Nederland is er niet bij. Nou, je hebt natuurlijk Duitse roots. Dus je kan een beetje voor Duitsland zo altijd een beetje gaan juichen. Maar dat je nu ook extra sympathie hebt voor de Belgen? Nee. En terecht. Verder van. Ja, nee, maar ja. Zo. Je hebt sowieso niks met Belgen. Nou, zo werkt het gewoon niet. Ik, nee, dan moet je het gewoon wel verdienen. Ik heb het ook zelfs met Duitsland niet. Pas als iemand gewoon echt heel goed speelt, of dan krijg je sympathiek voor. Maar ik heb dat nu nog helemaal niet met België. Nee. Hoezo heb je dat niet met Duitsland? Nou, dat is een beetje een familiedingetje. Omdat ik ben half Duits, maar ja. Er is altijd zo'n hele vete tussen mijn familie. Het Nederlandse deel en het Duitse deel. Dus we zijn elkaar al dan maanden aan het bestoken met sms'jes en grapjes en zo. Dus nee, om voor Duitsland te zijn heb je nog echt... Ik overweeg het, want ik heb natuurlijk niks anders te doen. Nee, maar dat bedoel ik. Maar nee, gisteren lukte het nog niet. Nee, hoe kwam dat gisteren? Dat je gewoon niet overtuigd raakt van het Duitse team? Nou, ik weet niet, het voelde een beetje makkelijk. Ik vond het wel, het is natuurlijk heel kinderachtig. Maar ik voelde gewoon niet, zeg maar, die vlinders die ik dan altijd heb, dat voel ik gewoon niet. En misschien moet ik maar een keer het shirt gaan aantrekken of zo. Misschien dat het helpt, maar... Ik zou het niet doen. Nee. Ja, maar nee. Ja, mag voor mama, hè. Dus, ja, maar het is toch best bijzonder als dat land is waar je moeder is geboren. Zeker. Dus ik het mag ook. Alleen, ik kon gisteren nog geen vlinder bespeuren. Pieter, al vlinders voor een ander land. Maar hoe zit jij dan? Jij als voetballiefhebber, ga je dan ook opeens voor een ander land juichen? Nee, ja, we hebben een poging gedaan, een zoektocht. We hebben ook een EK-juichwijze gemaakt. Maar eigenlijk was ik ook zelf niet helemaal uit. Ja, ik ben er zelf eigenlijk niet helemaal... Waar ik eigenlijk na het bestuderen van eigenlijk alle teams een beetje sympathie voor kreeg was Noord-Ierland. Omdat ze zo extreem anders spelen dan alle andere teams. En op die manier wel gewoon een maximale rendement te halen uit de hele beperkte spelers die ze hebben. Dus wat dat betreft, ik hoop dat ze een keertje een puntje spokkelen met een hele smerige 0-0. Ja, maar de juichwijzer, dan moest je een paar vragen invullen of beantwoorden. En dan kwam je uit bij een team waar je voor moest juichen. Ja, dat klopt. Dat was Noord-Ierland bij jou of was dat een ander land? Ik heb hem niet zelf ingevuld, want ik heb hem zelf gemaakt. Je hebt hem zelf waar je dacht, laat maar. Dus toen dacht ik, als je mezelf in elkaar hebt gezet en zelf een beetje die vragen hebt bedacht, dan is het ook een beetje raar om dat dan voor jezelf weer te gaan invullen. Oké. Dat is het equivalent van de stemwijzer. Stem jij extreem rechts? Of dat je dan bij Noord-Ierland of links? Of, Nee, het gaat een beetje ook op speelstijlen, zeg maar. En wat voor soort voetbal je van houdt, zeg maar. En of je dan kom je bij Noord-Ierland uit. Nou ja, als jij houdt van voetbal met veel verdedigers die effectief zijn met standaard situaties, dan kom je bij Noord-Ierland uit. Wauw. Ben je onder de indruk? Nee. Maar voor wie juich jij nou dit EK? Nou, ik juich niet. Zweden is, dat voelt voor mij, als ik in Zweden kom, dan voelt het ook als thuiskomen voor mij. Dus ik heb wel, ik hoop dat Zweden het goed doet, maar echt juichen niet. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar hoe België gaat spelen vanavond. Hoe goed ze zijn eigenlijk. Ik vind ze sowieso beter vooraf dan Italië. Als ik naar de kwaliteiten van die spelers kijk, dan hoop ik gewoon dat België bij de laatste vier komt. Anders valt het voor iedereen zo tegen. Als je zo'n selectie hebt en je zou niet bij de laatste vier komen minimaal, dan valt het voor iedereen zo tegen. Nou, er ligt enorm veel druk op die Belgische ploeg. Ook op Mark Wilmots. Ik heb een beetje de Belgische pers gevolgd. Ik zag gisteren de persconferentie bij de NOS. Bert Maaldering zat daar. Ja, maar ben natuurlijk dat altijd is ook lekker. Veel, ja, maar ik irriteer me maatloos aan die Bert Maaldering. Echt? Ja joh, kijk, en iemand is zoals hij is. We hebben allemaal ons eigen karakter, we hebben allemaal onze eigen uitstraling en hoe we praten en hoe we lachen en dergelijke. En Mark Wilmots is nou in ieder geval niet zo'n man die heel veel lacht, weet je wel. Nou ja, dan gaat Bert Maaldrik zijn vraag stellen, maar als jullie nou winnen, ga je dan ook een keer lachen? Denk, ja, wat is het nou voor vraag? Het zijn die kinderachtige vragen die hij vroeger ook aan Bert van Marwijk stelde. Marco van Basten, die gaven nooit de opstelling prijs. En dan ging Bert Maaldrik de dag van tevoren, wie spelen er morgen? Ik ben scheidziek van die man. Oké, nou heel duidelijk. Maar er ligt in ieder geval druk op België. Ik ben ook benieuwd hoe dat in België zelf is, of er heel veel verwachtingen zijn. Kijk eens, Matthijs van de Beukel heeft zich heel goed ingeleefd. Dag Matthijs. Kun je me ook horen of niet? Ik kan je zeker horen. Hoor je mij goed? Helemaal top. Helemaal top. Helemaal top. Ja, gaat hartstikke goed hier. Je ziet dat we op een
uitzinnig plein staan met een enorme mensenmassa. Ik zie Jan Mulder op de achtergrond. Ja, Jan Mulder. Dus, maar er is, ik kan je alvast klappen, er is op dit moment echt geen ene fuck aan hier zo. Oh, maar ik heb wel een mooie hoed. Goed om te horen. Ik zie alleen maar, agenten. In dit programma. Waar ben je? Je bent voor mij in Antwerpen. Groenplaats in Antwerpen. En er is helemaal niks te beleven deze avond. Nou, dat valt toch wel mee hoor. Maar de enige meisjes die we tegenkwamen waren promotiemeisjes. De enige jongens die we geïnterviewd hebben waren Nederlanders uit Breda. En een Belg die ik niet kon verstaan. Maar verder is het hartstikke leuk. Ik denk dat het nog wel vol loopt hoor. Want het is druk in de stad. En er zijn een hoop cafés en pleinen hier waarbij je de voetbalwedstrijd kan kijken. Maar nergens krijg je zulke leuke hoedjes als op de Groenplaats. Ja, ik wil net zeggen, je hebt je oranje klomp ingereld voor wat draag je eigenlijk? Oh, je hebt ook nog een shirt. Oh, ja, heel classy. Holland, doorgestreept België en een Belgische duivel. Wat is het, een oranje duivel nu? Ja, ik denk dat ik niet onderdoe voor de gemiddelde NSB'er nu, maar Creabea is het wel, vond ik zelf. Oké, okay, maar hoe kom je aan die hoed? Aan die hoed? Dat kreeg ik van een meisje die een hele zooi van die hoed had. Ik heb er nog één, kijk hier, nog één. Ik heb er twee. Ik heb ook een sticker op mijn hand al. Jeetje. Oh. Dus je kan wel zeggen, qua promotie zit het helemaal goed in België. Ik ben hier ook pas 5 minuten, hè? Hey, maar Matthijs, neem ons mee. Je hebt mensen gesproken in die 5 minuten dat je er pas bent. Ja, ik heb inderdaad al een hele zooi mensen. Ik heb alle mensen gesproken die er op dit moment zijn. Er zijn een hoop mensen hier. Links van je. Dit is een goed shot, Milan. Dankjewel. Ja. En de mensen die hier zijn, hebben heel verrassend. Vooral denken vooral dat België gaat winnen met 2-1, 3-1 heb ik gehoord. Ze zijn het volledig eens met de opstelling van Wilmots. Ze hebben vertrouwen in die man. En ik heb geen idee waarom, maar ze hadden een goede uitleg. Dus de Belgen vertrouwen op Wilmots, de Belgen hier althans. En ze hebben de verwachting dat ze gewoon de Italianen gaan inmaken met 2-1 of 3-1. Ja, wat vind jij eigenlijk van de opstelling, Matthijs? Ik heb er geen fuck verstand van. Maar op wat voor wedstrijd hoop je? Ik hoop op een wedstrijd waarbij... Eigenlijk hoop ik op een wedstrijd waarbij België als eerste scoort. Want anders gaan als de Italianen scoren, dan blijven ze natuurlijk hangen achterin. En dan wordt het hier nog saaier. Dus ik hoop dat België als eerste scoort. Dat Italië naar voren moet gaan spelen. Dat er daardoor ruimte ontstaat voor de Belgen achterin bij Italië. En dat we dan uiteindelijk veel scoren. Want dan worden de mensen hier dronken. En dan hebben we morgen een leuker filmpje. Hashtag jong Jack van Gelder dit hoor. Mooi hè. Hij doet of hij er geen verstand van heeft. Maar hij zegt hele zinnige dingen. Ik wil het zeggen. Maar Matthijs, ik bedoelde meer. Wat voor een avond hoop je dat het gaat worden voor jou? Voor mij hier? Ja. Nou ja. Ik weet niet, maar ik zie alleen maar potentie hier zo. Ik heb geen idee. Je weet dat ik nooit bier drink, dus dat gaat niet helpen vanavond. Nee. Matthijs. Ja. Als je die meisjes wil versieren, zou ik de hoedjes wel afzetten. Nou, ik vind dat ik er nog best goed uitzie met zo'n hoed. Hey Matthijs, ga er lekker van genieten. Morgen, als het goed is, krijgen we een overzicht te zien van jou hoe je avond was. Ja, wat ik hier allemaal heb beleefd. Nou, het zal fenomenaal worden. We kijken er enorm naar uit, Matthijs. Dankjewel. Succes met de show, jongen. Oh, wacht, komt-ie. Terug naar de studio. Dankjewel, Matthijs. Dat is een held. Ongelooflijk. Ja, we krijgen inmiddels ook de opstelling al van de Belgen. Die was al vanmiddag al bekend. Pieter Fellaini. Ja, meest opvallende denk ik in deze opstelling. Normaal gesproken spelen ze met De Bruyne op 10. En dan op rechts Mertens of Ferreira Carrasco. Nu kiest hij voor Fellaini. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de kracht van Italië bij standaard situaties. In het huidige systeem dat ze nu spelen, 3-1-4-2, hebben ze 53% van hun doelpunten gemaakt uit standaard situaties. Dus ik kan me voorstellen dat jij dan als trainer zoiets hebt van, nou ja, ik bouw toch maar wat zekerheidjes in door een lange speler erin te zetten. In de hoop dat hij dan niet erin gaat vallen. Nee. Ze ook nagedacht hebben over niet te aanvallend. Als je natuurlijk kijkt naar De Bruyne, Hazard, Lukaku. Dat is best wel aanvallend. Nainggolan speelt ook nog. Ja, daar heb je ook wel een beetje een controleur nodig. Ja, ik mis een van mijn favoriete spelers die ook Belg is. Dembélé. Ja.
Ja, het is opvallend. Hij is een tijdje geloof ik geblesseerd geweest, ook in de voorbereiding. Ja. Dus heeft hij wat voorbereidingwedstrijden gemist. Ja, juist omdat hij wat gereageerd zegt, hij het afgelopen seizoen bij de Spurs voornamelijk controlerend heeft gespeeld. Ja, maar wel met Dier naast zich, wat een echte verdedigende middenvelder is. En dat is in de hele selectie van België mist eigenlijk iemand die een echte controleur is, zeg maar. Die vooral verdedigende arbeid opknapt. Ja. Want ook Witsel moet het een beetje hebben, ook van zijn voetballende kwaliteit. En Nainggolan komt ook graag naar voren. Ja, wat ik voor de rest nog in ieder geval opmerkelijk vind, is dat je een centrum wat het hele jaar samenspeelt bij een club, Alderwereld en Vertongen, dat je die uit elkaar haalt. Ja, ik kan het ook niet helemaal volgen. Omdat vooral ook qua non-verbale communicatie. Die spelen een heel jaar niet met z'n tweeën samen in het centrum. Dus als Alderwereld de stand naar rechts doet, dan weet Vertongen meteen wat hij moet doen. Dus wat dat betreft is het vreemd. Maar ja, ik weet niet wat de overweging is geweest van Wilmots om te zeggen, ik zet Thomas Vermaelen in het centrum. Ja, misschien omdat hij geen beter alternatief had op links. En daarom maar gewoon Vertongen heeft neergezet op die manier. Ja. Toch? Dat was voor mij tijdens het WK ook de optie om met destijds met Alderwereld op rechtsback te gaan voetballen. Omdat hij gewoon geen, heeft hij nu ook nog gedaan een oefenwedstrijd. Ja. Maar ja. En wat misschien ook meespeelt is dat Conte heeft al aangekondigd dat hij wat druk wil gaan geven op die backs. Ja. Omdat hij denkt dat daar wat te halen valt. Dus misschien heeft hij daarom ook gedacht dat hij liever de beter voetballende Vertongen daar had staan dan Vermaelen. Ja. Nou, we gaan het zo nog iets minder dan 25 minuten. Dan gaat die wedstrijd los. Elke dag gaat voor ons Lars op pad met een opdracht. En vandaag gaat de opdracht... Oh, nou dan gaan we eerst naar Jean-Paul. Want Jean-Paul is nu live in het stadion. Als ik het goed heb. Goedenavond, jongens. Goedenavond, Jean-Paul. Dag Niels. Hoe is het daar? Ja, uitstekend. Je staat nog steeds hoger in de hiërarchie dat je nu boven Lars gaat. Dus vertel, hoe is de sfeer daar? Nou, er is net een halve meter regen gevallen, waarvan het merendeel in mijn nek. Dus ik ben zeik en zeiknat, maar het sfeertje is hier fantastisch. De Belgen zijn in de meerderheid. Oh, oké. Okay. En de sfeer is gewoon, zoals we vandaag eerder hebben gezien, gewoon relaxed. Twee landen, twee supportersgroepen door elkaar heen. Ja, de sfeer in de stad was al de hele middag fantastisch. De regen gooide een beetje roet in het eten. Maar hier in het stadion, ja, je ziet het misschien wel achter me, het rode leger van de Belgen. En aan de overkant, daar zitten de Italianen. Dus wij zitten aan de België-kant. Daar ben ik niet heel gelukkig mee. Maar het is mooi om hier te zijn. Ja, maar wat heb jij aan? Blauw of rood? Ik ben in het stemmige grijs, zoals je ziet. Lekker grijs. Komt dat een beetje omdat je gemoedstoestand na gisteren een beetje grijs was, na die wedstrijd Turkije-Kroatië? Ja, ik voel natuurlijk met mijn grote vriend Jordi Amali mee. En ook met jou, met de eigen goal vanmiddag. Ja, en wat me ook wel een beetje pijn doet, grote verrassing in de opstelling hier, is dat Moussa Dembele niet speelt en Marouane Fellaini wel. Ja, we hebben het net besproken hier. Precies dat. Dat doet ons ook pijn hier op de bank. Maar als je de mensen, als je de sfeer daar ziet, de Belgen kennen we altijd als een volk dat een beetje, in ieder geval niet zo zelfverzekerd oogt als het Nederlandse volk. Hoe is dat daar? Ja, nou, die zijn nog gekker dan wij. Echt. Veel liedjes over Nederland ook, zowel in Frans als in Nederlands. Maar dat doet wel een beetje pijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ze zijn hier erg zelfverzekerd en niets lijkt meer aan een goed resultaat in de weg te kunnen staan. Oké, wat denk je? De Belgen zijn ook fanatiek natuurlijk. Mijn favoriet. Ja, wat denk jij, Jean-Paul? Ik hoop 1-1, maar ik denk dat de Belgen gaan winnen. Oké, en dit is je tweede wedstrijd. Waar ga je morgen naartoe? Morgen zit ik bij Portugal-IJsland. Waarom hoop je op 1-1? Ik zit niet zo op de België bandwagon, dus... Maar je houdt toch van... Ik hoop dat de Belgen... Je bent toch een voetballiefhebber? Ja, maar geen België-liefhebber. Ja, dat maakt toch niet uit. Kom op, wij zijn er niet bij. Dan moet je voor het voetbal wat mooier gaat van houden. Dat zal wel zo schaars zijn. Ja, je bent er mee. Oké. Okay. Hey, Jean-Paul, nog een vraagje uit de YouTube-chat. Gisteren zat je heel hoog in het stadion. Voor mij zit je nu wat dichter op het veld. Wat heb je zelf liever? Ik zit normaal liever laag, maar ik krijg de hele tijd hele grote druppels in mijn nek. Dus ik had vandaag misschien liever wat hoger gezeten. Oh, arme jongen. Je hebt het zo zwaar daar, jongen. Het is wel goed voor zijn. Nee, iemand moet het doen. Ja, je ziet het, Geert, mijn kapsel. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval, Jean-Paul. Geniet ervan. En dan spreken we je morgen. We spreken elkaar. Nou, zijn tweede wedstrijd. Lekker hoor. Heeft hij een perskaart? Nee, hij is gewoon als supporter. Dus hij gaat 5 of 6 wedstrijden bezoeken deze week. Leuk. Ja.
Ja, zoals ik net probeerde aan te kondigen, onze Lars gaat elke dag op pad met een opdracht. Jullie kunnen hem daarbij zeker helpen. Hashtag EKDaily als je een leuke opdracht hebt voor Lars. En vandaag ging hij op pad met een opdracht voor de wedstrijd van vanavond. Vanavond spelen België, het land van Vlaamse friet, Eddie Walli en Jinti Kanepil, en Italië, het land van pizza, temperament en mooie vrouwen, tegen elkaar op het EK. Maar waar gaat op straat nou de volken naar uit? De Belgian fries. Dat is goed. Pizza is goed als wel, hè? Delicious. Why not? What if they're poisoned? Is this vegetarian? Sorry? Is this without chicken? You can taste them both and tell me which one do you like more. Thank you. I've got some delicious Belgian and Italian food. Entschuldigung. I'm alright, thank you. Moment, yeah. So I'm supposed to eat it with this thing? That's mayonnaise. Okay. With the mayonnaise? Is it lekker? Ja, lekker? Mm-hmm. Lekker. It's identic. It's identic. Oh, no. No, you have to choose Italia, yeah. Belgium. Ah. Belgium. They're good sauces, good. Mini piccante, patatine, mayonnaise. Which one do you prefer? The pizza. Yeah? Have you ever been in Belgium? No, this for the first time. You can take the entire slice, what you want. You like them, eh? Yeah, they're really good. Well, lekker, yeah. Verrukkelijk. Ja, lekker pizzaatje. Oké, mooi. Het is een beetje koud. Ja. Ik sta hier al 2,5 uur. De chips. Pizza. Ja, I like it so much, but not now. De patatot. Ja? It's very good. I like the fries. The food. In which country is it better? Italy. The women. In which country is it better? Italy. So Italy is going to win tonight? No, Belgium. Okay, thank you. Who is gonna win? Is Italy gonna win? I don't know what is gonna win. Who's gonna win? No, pero no in this moment. Oh, tonight at 9:00. Maybe. Okay? Okay, maybe. Thank you. Nou, het zit er weer op. Het is mij wel een beetje duidelijk waar de voorkeur vanavond naar uitgaat. Naar Italië. Ik persoonlijk hoop natuurlijk ook dat Balotelli gaat scoren. Hebben jullie nog een opdracht voor mij? Stuur hem gewoon in via hashtag EKDaily. Is niet bij. Ja, maar worden wij nou normaal ingenomen of zit hij gewoon... Nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Balotelli is er niet bij. Is er nu in de selectie? Nee, ja. Misschien scoort hij op een andere manier. In ieder geval een manier op het veld. Diana, jij vond het leuk? Ik vond het echt een geniaal filmpje, ja. Die mensen, die snapten gewoon ook 9 van de 10 keer helemaal niet wat de bedoeling was. Maar die zaten gewoon te eten. Ja. Of dat ene modepopje, die dacht dat er vergiftiging was. Ja. Maar uiteindelijk dan wel gewoon eten. De beste vraag was, have you ever been before in Belgium? En dat zij zegt, no, it's the first time now. Ja, maar dat is ook op zich wel mooi tijdens dit EK. We zijn er niet bij, maar er zijn genoeg mensen, supporters van het land wel in Amsterdam. Dus dat zorgt in ieder geval voor. Wat trouwens ook heel mooi is dat een van de eerste kijkers van het eerste uur, Joep Smeets, groot fan van FC Afkikken, is dit op dit moment in Frankrijk. Hij werkt voor de Belgische televisie en hij stelde voor om voor ons gedurende het EK een beetje een peiling te houden onder de Belgische fans. Laten we kijken. Goedenavond allemaal, mijn naam is Joep Smeets en ik ben hier in Lyon voor de Belgische televisie. En ik ga proberen om in mijn vrije tijd ook een beetje de sfeer te peilen in het Belgische kamp. Aanstaande maandag is het zover, dan beginnen de Belgen het voor hun lang verwachte EK tegen Italië, hier in Lyon, in het Parc Olympique Lyonnais. En ik vroeg aan een aantal van de fans hier aanwezig hoeveel ze denken dat het gaat worden maandagavond. Ja, we hopen natuurlijk dat België wint. Ik denk 2-1 persoonlijk. Nou, Italië gaat er sowieso aan, vriend. Italië gaat er sowieso aan. Alleen dat kun je betalen. 3-1. Lukaku 2 keer. Je pense bon 3-2. 4-1.
Magaloc. 2-0 pour la Belgique. 3-1. Ik heb hetzelfde pronostiek, 2-1. Ja. Twee keer Lukaku. Ik denk Lukaku, 2 goals, De Bruyne en een Hazard. Bondscoach Mark Wilmots heeft een topselectie tot zijn beschikking, maar er blijven een aantal vraagtekens, zoals de verdediging. Want dankzij een aantal blessures van onder andere Compagnie en ook Lombards die naar huis is gestuurd, blijft dat toch een beetje een vraagteken. Ik vroeg aan een aantal van de fans hier wie zij het liefst in de verdediging zien van de Rode Duivels. Oh, moeilijke vraag, moeilijke vraag. Meneer op rechts, dan Alderweireld samen met Vermaelen en Vertonghen op links. Ja. Walter Meeuws. Leeklijsters. Leeklijsters. Moet je niet vergeten. Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld en de Naiers. Ja, het is niet zo makkelijk. Hallo, Robert Tandien, Alderweireld, Simon en Vermaelen. Pareil. Gerrit. Tongen, Vermaelen, Alderweireld, Simon. Tongen links, Alderweireld, De Nair. Toby Alderweireld, Robert Tandien, Jordan Lukaku en Simon rechts. Tongen en Alderweireld centraal, oftewel op de flanken. Ik zou ze eigenlijk nog altijd centraal houden. En dan ja, op de flanken Lukaku en Simon waarschijnlijk van achter. Nou ja, wie er ook in de verdediging staat bij de Belgen, dat ze tot de topfavorieten horen, dat is wel duidelijk. De vraag blijft alleen, hoe ver gaan de Belgen geraken dit toernooi? Finale. Zie je vandaag, dat is echt je vraag. Makkelijk, finale. We gaan gewoon winnen. Finale. De vraag is niet of we de finale gaan halen, maar de vraag is met hoeveel we de finale gaan winnen. Ik denk dat de conclusie is dat ze hier ook super zelfverzekerd zijn. Blijkbaar, ja. Wat is er gebeurd de laatste jaren in België? Dat we een noordenwind hebben gehad dat onze arrogantie een beetje naar het zuiden is gevlogen. Ja. Ik denk dat ze ook wel, ik denk dat serieus even, maar ik denk dat ook wel meespeelt dat wij er niet bij zijn. He, voor de Belgen althans. Ja. Kijk, wij begrijpen het in Nederland niet goed op dit moment. In heel Europa denken ze, hoe is het een godsnaam mogelijk dat Nederland er niet bij is? En dat er daarom een aantal landen veel meer kans hebben. Maar ook al waren wij erbij geweest, hadden we ook niet zoveel kans gemaakt. Maar voor Belgen is het wel echt een reden om te zeggen, oh, nu hebben we echt een hele grote kans. Nou, Pieter, jullie hebben een uitgebreide analyse geschreven over deze wedstrijd. Mm-hmm. Wat was daar nou het belangrijkste? Nou, ik denk dat een heel interessant aspect in deze wedstrijd wordt, is dat Italië in balbezit anders speelt dan uit balbezit. In balbezit spelen ze met de mensen aan de zijkanten heel erg hoog, waardoor het eigenlijk 3-3-4 wordt in balbezit. Terwijl ze uit balbezit, dat zijn die mensen die dan helemaal voorin staan, die zijn dan helemaal achterin. Gewoon naast de 3 centrale verdedigers. Dus dat omschakelmoment, dat kost eigenlijk 5 à 10 seconden om van het systeem in balbezit naar het systeem uit balbezit te komen. Nou, dat doen ze op zich vrij goed met direct pressing op het moment dat ze de bal verliezen. En dan vooral proberen die tegenstander te vertragen, zodat ze niet snel kunnen toeslaan op de counter. En het wordt interessant om te zien of België het voor elkaar krijgt via De Bruyne en Hazard, die dan vooral de vleugel vrijheid zullen hebben op dat soort momenten, om daarmee een keertje toe te slaan. Ja, waarom kiezen ze daarvoor, voor een andere opstelling in balbezit en in balverlies? De voornaamste reden is natuurlijk dat ze dreigend willen zijn, ook in balbezit. En op deze manier hebben ze altijd wel 4 mensen voorin staan, waardoor ze eigenlijk ook die backs van de tegenstander terugdwingen. En ze proberen altijd door dat centrum eigenlijk te combineren, of meteen een diepe bal eroverheen. En op die manier eigenlijk in 1 keer naar de goal toe. En dat ging natuurlijk vooral heel erg goed toen ze Pirlo nog in topvorm hadden. Die kon natuurlijk die balletjes eroverheen leggen. Ja. Dan kan eigenlijk alleen Bonucci dan nog. En misschien in mindere mate de Rossi. Ja. Dus die tactiek is misschien iets minder effectief geworden voor Italië. Vooral in aanvallend opzicht. Maar verdedigend staat natuurlijk echt als een huis bij Italië. Blijven Italianen. Geert, met een beetje fantasie kan je een beetje in jouw kapsel een beetje Graziano Pelle zien. Die start zometeen in de basis. Ja. Hoe mooi vind je dat? Dat een speler die... hier hebben we trouwens de opstelling. Hij nu op een eindronde staat. Nou, dat vind ik wel heel knap van hem. Hij heeft natuurlijk wel een dip in zijn carrière gehad. Of ik moet anders zeggen, zijn carrière is pas echt laat begonnen. Nadat hij bij Feyenoord kwam te spelen. Ja. Daar is hij eigenlijk pas echt ontwikkeld aan AZ Feyenoord. En zo doorgegaan naar Southampton. Waar hij het gewoon uitstekend doet. En ik denk dat
als je verder in Europa kijkt, kijk, door de Premier League is hij wat bekender geworden. Maar wij kennen natuurlijk Italië van al de bekende spitsen. Hè? Inzaghi, ik noem er maar eentje. Hè? Die altijd in Europa bekend was door de Serie A. Maar de Serie A is op dit moment natuurlijk ook veel minder interessant. De Nederlandse zenders zenden er bijna ook niet meer uit. Is ook niet om naar te kijken. Dan kijk ik liever nog een wedstrijdje in België, om zo te zeggen, dan dat ik naar een Italiaanse wedstrijd ga kijken. Dus het is heel knap van Pelle dat hij zover gekomen is. Ja, het is ook wel interessant. Er is natuurlijk die spits die in Amerika speelt, die altijd een zekerheidje was voor Italië. Hoe heet hij nou? Giovinco, dankjewel redactie achter. Dat is een opmerkelijke keuze terecht wat Geert zegt. Zekerheidje in Italië. Die gaat naar Amerika voetballen. Mm-hmm. En dan vergooit hij zijn kans op een basisplaats op een EK. Nou, terwijl hij dat goed doet in Amerika. Ja. Maar goed, hij is er nu niet bij. En ze hebben wel verschillende spitsen waar ze uit kunnen kiezen. Alleen is eigenlijk allemaal niet heel veel soeps. Het leek er eerst op dat Sasa ging spelen in deze wedstrijd. Ja, is nu toch Eder geworden. Die hebben veel een koppel gevormd. Eder en Pelle. En een andere opvallende is dat Darmian toch speelt. Eerst kwamen er geluiden dat El Shaarawy daar aan de zijkant zou spelen. Dus meer een aanvallende optie dan Darmian is. Dus toen leken ze eigenlijk een vrij aanvallende tactiek voor hun doen dan te gaan spelen. Maar ze hebben toch waarschijnlijk voor de meer defensieve optie nu gekozen. Ja, we zagen al de voorspelling van Champal eerder. Wat roep jij bij deze wedstrijd? Nou, ik denk België heeft de betere spelers. Maar ik denk dat Italië als team beter in elkaar zit. Dus 0-0 zou me eigenlijk niet heel erg verbazen bij deze wedstrijd. Oké, Diana? Ja, ik denk 1-0 voor Italië. Ik vind, kijk, dat is ook niemand heeft van de EK Daily Crew België als winnaar. Ik alleen dan? Ja, ja. Maar ja. Ja, ik denk dat België wint en de uitslag die maak ik er 2-0 van. Maar ik denk dat België gaat winnen van Italië. Ja, denk je dat het ook gelijk homeless wordt mocht België niet winnen? Omdat dat er zoveel druk op ligt. Hè? We hebben net al die fans gezien. We hebben Matthijs gezien op een uitgelaten plein in Antwerpen. Waar alle fans denken dat ze ook ver gaan komen. Nou ja, kijk. Dat zal misschien, zeker voor de pers, zal daar misschien in België een beetje opduiken. Maar België hoeft natuurlijk absoluut niet te vrezen voor Ierland en Zweden, wat we net gezien hebben. Het is ook geen schande om te verliezen van Italië. Nee. Kijk, Buffon zei volgens mij gisteren of vandaag, zei die, dat zij nu de underdog zijn. Hij zei iets van, soms ben je de hamer, soms ben je het aanbeeld. En nu zijn wij het aanbeeld. Maar ja, dat is wel, vind ik wel heel bescheiden opgesteld. En het is natuurlijk heel vaak met Italië dat je dan op papier denkt van ja, ze hebben niet zoveel. En dat ze dan toch een soort van showponies worden, weet je wel. En dat het dan toch klopt of zo. Dus Italië is wat dat betreft echt niet een ploeg waar je voor hoeft te schamen als je daarvan verliest. Nee, en als het zeg maar goed staat als ploeg zijnde, hoef je eigenlijk ook niet veel te doen tegen een ploeg als België. België de bal geven, afwachten. Maar daarom was ik zo verbaasd over dat Conte zegt. We gaan absoluut niet verdedigen, we willen gewoon druk gaan zetten. Ja, nou ja, wat, als hij zegt dat hij druk gaat zetten, dan doet hij dat wel op de Italiaanse manier. Het is niet dat ze à la een Red Bull Salzburg of zo is, overal gaan afjagen. Maar wat ze vooral gaan doen is georganiseerd vanuit die 5-3-2 schuiven ze dan op het moment dat de bal naar een van de backs gaat, dan schuiven ze eigenlijk dat hele elftal die kant op. En dan proberen ze vooral opties in het midden af te sluiten en de bal naar voren dat af te sluiten. Maar als België wil, kunnen ze hem altijd weer terugspelen. En dan gewoon weer via de andere kant proberen op te bouwen. Want het is niet zo dat Italië echt risico's neemt in de pressing die ze spelen. Nee, verwacht je wel een wedstrijd waarvan wij als neutrale kijkers echt gaan genieten? Nou, dat denk ik niet. Ik heb de laatste twee wedstrijden van Italië gezien. Ik kan het eigenlijk niemand aanraden om dat te doen. Ze speelden twee keer. Defensief zag het ontzettend goed in elkaar. Die tegenstander kwam beide keren kwam niet verder dan één afzwaaien van grote afstand. Maar zelf creëerden ze ook eigenlijk heel weinig. Alleen via standaard situaties of af en toe per ongeluk een lage voorzet die goed valt. Maar het is niet een ploeg voor het aanvallende voetbal dat je die moet gaan steunen. Nee. Waar gaan we dan op hopen vanavond, Diana? Nou, ik ben er gewoon wel heel benieuwd naar. Dus ik verheug me er in die zin wel op. Ik ben gewoon echt benieuwd. Ja, ik vind het ook het eerste echte affiche van in een groepsfase dat we denken. Ja. Nou, we hebben Engeland-Rusland gehad. Ja. Wat ook op zich oké was. Maar jongens, ook al krijg je een ploeg als Italië tegen. Dan als je een speler krijgt zoals Lukaku en Hazard, om even twee Belgische spelers te noemen. Ja, dat ga ik toch wel voor naar het stadion toe als ik in de gelegenheid daarvoor zou zijn. Dus ook al krijgen we dan tactisch misschien een slechte wedstrijd te zien. Ik denk toch dat deze gasten wel iets voor iets leuks kunnen zorgen. Waardoor je toch wel iets leuks hebt gezien
vanavond. Het is gelukkig geen Turkije. Ja, dus misschien schop ik mensen tegen de schenen. Ja, ja, je moet straks langs Jordi. We hebben die Volkan Chen gisteren gezien. Wat een gekke stad, zeg. Oké. Die gaan we vanavond niet zien. Nee, gelukkig niet. Oké. Pieter, dankjewel. Hoop je dit toernooi nog vaker hier te zien. Diana, hetzelfde. En jullie hoop ik natuurlijk ook dat jullie nog een keer in de boot gaan trappen. Geer, natuurlijk altijd van harte welkom. Je moet misschien toch wel even een keer met rechts gaan trappen. Want als oud-profvoetballer op 0 punten? Ja, nee. De boot in? Dat begrijp ik. Ik ben ook wel competitief. Maar soms moet je gewoon accepteren dat het er even niet in zit. Oké. In ieder geval dank jullie alle drie. Ja, toch. We zien dat de spelers inmiddels in de catacombe staan. Dus voor jullie thuis is het tijd nog even wat drinken te gaan pakken. Goeie scheidsrechter, Mark Klettenberg. Ja? Ja, Engelse scheidsrechter. Eens, oké. Okay. Maar jullie kunnen dus nog wat drinken pakken of iets anders. 5 minuutjes gaat het dan echt los. Jullie ook bedankt voor het kijken vandaag. Blijf vooral meepraten. #EKDaily die gedurende dag. Hè, waar moet Lars naartoe? Welke gasten wil je zien? Etcetera, etcetera. Het wordt zeer gewaardeerd. Morgen om 8:00 een nieuwe EKDaily. Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Yo.